Strategie en finance zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een stratege aan de ene kant dient de juiste keuzes te maken om de lange termijn positie van de organisatie te versterken. Daarbij gaat het voor die stratege om de relatieve kracht ten opzichte van soortgelijke organisaties. De stratege dient een lange horizon te hebben en zodanig die strategie te formuleren dat die duurzaam is en ook consistent over de jaren. Nou, hoe maakt die stratege nu de juiste keuzes? Daar komt de financial professional om de hoek kijken. Die moet hem daarin ondersteunen en hij speelt daarin een sleutelrol. Kijk, bij elke stap moet die finance professional een rol spelen en die rol is essentieel. Laten we de stap eens doornemen. Bij de formulering van een strategie is hij betrokken of zij. Bij het doorrekenen van de verschillende strategische opties speelt de finance professional een belangrijke rol. Maar ook bij de implementatie en de monitoring en uiteindelijk ook bij de evaluatie van de gemaakte keuzes speelt die finance professional een sleutelrol. De professional moet zich hierbij altijd de vraag stellen: zijn nou echt de beste keuzes gemaakt? Zijn de meest optimale keuzes gemaakt? Hoe weet je dat nu? En hoe kan je dat ook aantonen? Nou, dat kan je doen door het steeds te meten en te berekenen welke keuzes de meeste toegevoegde waarde hebben voor de organisatie. In het strategieproces speelt de manager een sleutelrol, vooral als het op risicomanagement aankomt. Risico's zijn namelijk onlosmakelijk verbonden met alle beslissingen die waarde toevoegen. Je kan het ook anders stellen. Risico en rendement gaan hand in hand. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het goed kunnen meten, maar ook het evalueren en duiden van risico's is essentieel voor de finance professional. En zeker voor de finance professional die de ambitie heeft om op strategisch niveau te kunnen functioneren. 2020 is wel ver weg. Maar goed, wat we weten is dat de manier van werken, waar we elke dag ons werk doen, duidelijk verandert. Denk aan robotisering. Denk aan automatisering. Dat is niet alleen bij productieprocessen een belangrijke ontwikkeling, maar ook bij marketing en sales. De finance professional die ambitie heeft om het hoogste niveau mee te draaien, moet zich mee veranderen en mee blijven ontwikkelen. Concreet levert deze course op dat je als finance professional je proactief kan opstellen bij elke belangrijke strategische beslissingen die organisaties onvermijdelijk moeten nemen. Deze course reikt het instrumentarium aan om dat te kunnen doen. Bovendien leer je ook de taal van topmanagers goed te interpreteren, zodat je een volwaardig gesprekspartner bent voor de top.